Dylan van Baarle timmert aardig aan de weg. De wielrenner is dit jaar begonnen aan zijn eerste profseizoen. Maar hij heeft jarenlang voor de lokale wielerclub Ristor uit Pijnaker gereden. Wij spraken af met deze talentvolle sportman bij de Viergang. Dylan, hoe lang fiets jij al? Ik fiets vanaf mijn zevende. Ik heb eerst ge-BMX'd. Een paar jaar later ben ik op de racefiets overgestapt. En nu zitten we hier. En waarom koos je als klein jongetje niet voor bijvoorbeeld voetbal, wat heel veel mensen doen? Eigenlijk omdat alle twee mijn ouders fietsten en mijn opa ook. Dus dat was de eerste sport die we gingen uitproberen en dat was meteen raak. En wanneer kwam je erachter dat profwielrennen voor je was weggelegd? Ja, dat is eigenlijk pas gekomen toen ik 17, 18 was. Toen ben ik wat afgevallen, wat gegroeid, beter gaan trainen. En dan leer je jezelf een beetje kennen en waar je specialiteiten liggen. En verder getraind en dan weet je ongeveer wel wat je kan. En als je dan wedstrijden gaat winnen, dan ben je de betere in de wedstrijd. En dan weet je wel dat het erin zit. Nu fiets je sinds kort bij de Amerikaanse ploeg Garmin. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Ja, eigenlijk via mijn management. Die hebben heel goed contact met de ploegbaas en die hebben ervoor gezorgd dat ik daar terecht kom. Omdat ze hadden natuurlijk ook wel interesse in mij. En die hebben toen contact gezocht met mijn management. En moet je dan niet naar Amerika om daar te trainen? Nou, ik ben één keer in november naar Amerika geweest voor een teambuildingskamp. En voor de rest zit alles in Europa eigenlijk. En trainen we in Europa met de ploeg. Voor de rest, als ik niet met de ploeg ben, ben ik in Nederland. En hoeveel train jij nou op een doordeweekse dag? Nou, ik denk dat ik gemiddeld ongeveer rond de 20, 25 uur per week train. Dus gedeeld door 7 is toch wel aardig wat. Nu heb jij onlangs meegedaan aan de Giro. Hoe kijk je daarop terug? Ja, eigenlijk vrij goed. Het is een hele leuke ervaring geweest. Het begon wat minder met de valpartij in de ploegentijdrit. Maar ik denk dat ik wel tevreden mag terugkijken. Ik ben niet tot het gaatje moeten gaan. En we hebben op tijd beslist dat ik af zou stappen. En dat is goed bevallen. En nog recenter was het Nederlands kampioenschap. Daar heb je ook best wel goed gescoord, zeg maar. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het NK tijdrijden was goed. Dat is natuurlijk een individueel onderdeel. Dus daar haal je het maximale uit. En dat was dan een vijfde plek. En afgelopen zondag op het NK weg heb ik mijn deel voor de ploeg kunnen doen. En mijn ploegmaatje heeft het mooi af kunnen maken. En daar waren we heel blij mee. En wat is nou echt jouw specialiteit? Mijn specialiteit is meer Limburgse heuvels en de klassiekers zoals Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En dan een klein beetje de tijdrit, maar daar moet ik nog op trainen. En van welke overwinning droom je? Van de Ronde van Vlaanderen, ja. En nu komt de Tour eraan. Ga je die volgen en wie gaat er winnen? Ja, ik ben de hele maand juli eigenlijk thuis, dus ik kan hem helemaal volgen. En ik denk dat Albert de Contador wel gaat winnen. Die heeft wel bewezen dat hij Froome kan verslaan. En ik denk wel dat het een hele mooie strijd gaat worden. Zit Nederlands succes erin? Ik denk dat Mollema wel heel dicht gaat eindigen, maar ik weet niet of hij de Tour kan winnen. En een toeretappe? Ja, toeretappe hebben we wel flink wat mannen die een toeretappe kunnen winnen, zoals Tom Jat Slachter en natuurlijk Mollema zelf, die een goede sprint heeft. Dus ik denk dat het dit jaar wel erin kan zitten.